Tientallen jongens en meiden uit heel Noord-Nederland doen vandaag mee aan het jaarlijkse Boeskool Taekwondo toernooi in Oldenzaal. Voorzitter Gerrit IJsink kijkt toe en geniet. De dynamiek van deze sport, dat is ongekend groot. En als je ziet dat deze kinderen van 16 jaar, van 6 tot 16, hoe die al bewegen en hoe lenig die zijn, ja, dat boeit me enorm. En je moet je toch aan de regels houden waarbij respect hartstikke belangrijk is. En dat is in de sport een modewoord geworden inmiddels, respect. Maar bij de vechtsporten staat dat heel hoog in het vaandel, omdat het een gevechtsport is. In 1968 nam Gerrit IJsink het initiatief om de vereniging op te richten. En sindsdien is hij altijd nauw betrokken geweest bij elke ontwikkeling. Han Tij en Gerrit IJsink, het zijn eigenlijk synoniemen. Ja, dat zegt men. Maar je doet het toch samen. Je doet het samen met bestuur, met commissies, met vrijwilligers. Hier lopen vandaag 50 vrijwilligers om alles in de hand te houden en te organiseren. Dus je houdt nog een keer van die sport. Je neemt veel initiatieven en ontwikkelt dingen. Maar toch doe je het samen met de club. Ja. Ik zie u hier zo rondlopen. U geniet er echt enorm van, ja, hè? Echt. Ja. Die kinderen, dat doet me wat. Daarom kunt u het ook niet loslaten, hè? Voorlopig niet. Nee, dat doen we er even door. Ja. Hey, gefeliciteerd, hè? Perfect.